Hi, ik ben Mark Maaskant van de Road Safety Lab. Deze video gaat over rijstrookondersteuning. Welke systemen vallen daaronder? Hoe gebruik je die systemen? En hoe werkt het? Ik ga het je uitleggen. Een van de grote voordelen van een rijstrookassistent is op het moment dat je afgeleid wordt door bijvoorbeeld je kinderen op de achterbank en je hebt een moment je aandacht niet bij de weg, dat het systeem in ieder geval zorgt dat je niet de rijstrook verlaat. Op het moment dat je je rijstrook dreigt te verlaten, merk je actieve feedback in je stuur en zie ik een signaal op het dashboard verschijnen. Er is een belangrijk verschil tussen een lane keeping warning en een lane keeping aid systeem. Een warning systeem geeft alleen een waarschuwing en een lane keeping aid systeem helpt je ook met actief sturen om in je eigen rijstrook te blijven rijden. Dode hoekdetectie of blind spot monitoring is een systeem wat aangeeft wanneer een voertuig zich in de dode hoek bevindt. Sommige dode hoeksystemen zullen zelfs een actieve stuuringreep doen op het moment dat je van rijstrook wilt wisselen en er een voertuig in je dode hoek bevindt. Samengevat, de voordelen van rijstrookassistentie. Het systeem zorgt ervoor dat je binnen je eigen rijstrook blijft. Mocht je een moment niet opgelet hebben, dan zal het systeem je of waarschuwen of actief ingrijpen om binnen je rijstrook te blijven. Let goed op, een bepaalde bochtradius kan het systeem best aan, maar bijvoorbeeld op- en afritsituaties zul je echt zelf moeten sturen. Nog een onderdeel van ADAS is rijstrookassistentie of rijstrookherkenning. En ook daarin heb ik dus een component nodig of componenten samen met intelligente software die dat systeem bouwt. En bij deze auto kan het bijvoorbeeld zijn die sensor die ik daar zie. In combinatie samen met mijn camera in mijn spiegel. Ja, en wat doet die dan? Ja, die herkent witte lijnen. En die zorgt dat die auto tussen die witte lijnen blijft. Moet ik dan zelf niks meer doen? Jawel. Dat kan heel goed zijn, want ik heb een passief systeem en ik heb een actief systeem. En actief, dan wordt er een koppeling gemaakt met mijn stuurbekrachtigingssysteem. Ik kan ook een koppeling maken met, ja, ik heb hier een camera zitten en in mijn andere spiegel ook. En aan de voorkant en aan de achterkant van de auto, goh, dan heb ik een 360 graden camera systeem. Zo kan ik zien, ik heb de componenten, de software maakt het systeem intelligenter. Als uw rijstrookassistentiesysteem niet werkt, wat gaat u dan doen? In het onderhoudsboekje kijken of in het instructieboekje kijken. En daar wordt vaak de melding gemaakt, maak de camera / radar of in ieder geval het component schoon. Vandaar ook dat we gezegd hebben, die auto wassen, dat zou heel, heel goed wezen. Maar stel dat het daarna nog steeds niet werkt, dan kunnen wij u in ieder geval helpen.